Hoi, dit is de vlog. De vlog van onze vragenlijst. Ik ben Yvette Willems en dit is... Jeffrey Venema. Wij zitten in 3A van de ALO en wij hebben zojuist voor het vak visie op beroep een vragenlijst afgenomen. Dat hebben wij gedaan in deze mooie Jeffrey Beweegt Niet Mee zaal van het... Herman Wisseling College in Amstelveen. Amstelveen? Dat zei ik al. Is dit jouw stageschool, Jef? Nee, hij is van Yvette. Ja, het is mijn stageschool. Oké, wat hebben wij gedaan? Nou, om te plannen, de P van de PDCA-cyclus, ja, hebben wij... overlegd met Yvette, de stagebegeleider. Ja, en dat was allemaal goed en het kostte niet te veel tijd, dus dat kon gewoon ook in de les gebeuren, dus dat was fijn. Ja. Het uitvoeren ging eigenlijk prima. Dat ging vlotter dan verwacht. Die leerlingen snapten het eigenlijk hartstikke goed. Een paar kleine vraagjes, maar heb jij vragen gehad? Eén vraagje over een vraag, maar het was snel verholpen. Ja, snel klaar. Wat nog meer? Plan, do, check. De check. Hadden wij opgeschreven. Ja. Ja. We hebben een beetje gekeken en we zagen dat, de vraag over sport, socialisatie, dat die zeer veel oneens of zeg maar 1 en 2 scoorde. Ja. Ook zagen we dat veel neutrale scores, dus veel drietjes, over de hele vragenlijst gezien werden beantwoord. En verder waren er enkele uitschieters. Een aantal eentjes of een 5. En wat wij vaak zagen, waar behoorlijk veel tweeën gescoord waren, was de vraag... ik heb invloed op de criteria van mijn beoordeling voor het afsluiten bij LO. Ja. Wij willen zelf als lesgevers wel veel bezig zijn met leerlingen betrekken in het beoordelen en op niveau beoordelen. En leerlingen ook over een langere periode beoordelen in een proces. En ik werk heel erg vanuit het vak werkplan hier en... daar zit dat nog niet heel erg in, dat invloed hebben. Dat wil ik wel heel graag veranderen. En dat betekent dus ook dat deze eerste klassen nog niet heel erg het idee hebben dat zij invloed daarop hebben. En dat zou ik heel graag willen veranderen. En jij volgens mij ook. Ik ook, ja. En we hebben de test afgenomen bij een eerstejaars... Ja, twee eerste klassen. Tweetalige eerste klassen. 1 VWO-klas en 1 gymnasiumklas. Ja, misschien ook even handig om te weten. Yes. Dan hebben we nog de A... in de PCDA-cyclus. Dat ging over... wat. Dit was geen leerling die door beeld liep, dus we verbreken niet de ethische verantwoordelijkheden. De A, die ging over wat we van de opdracht vonden. Nou, ik denk dat we, Yvette en ik er over eens zijn dat we allebei een leuke, goede opdracht vinden. Omdat we veel feedback hieruit kunnen halen, denken wij. En dat willen we eigenlijk wel vaker over het hele jaar gezien. Ja, en ik wil daar nog aan toevoegen dat ik sowieso meer wil gaan werken met feedbackmomenten van leerlingen. En dat ik dat vaak aan het einde van lessenreeksen doe. Maar dat ik dat ook wel meer wil doen gewoon tijdens lessen. Leerlingen bij me vragen wat ze er nou van vinden. En hierbij maak je het meetbaar en dat is natuurlijk het best. Yes. Bedankt voor het kijken, kijkers. Doei.